De gemeente plaatst dit jaar geen bladkorven. Het is een bezuinigingsmaatregel. De korven zouden onvoldoende worden gebruikt, waardoor het plaatsen niet opweegt tegen de kosten. De korven zijn bedoeld voor inwoners om afgevallen bladeren in te verzamelen. Het ophalen en legen kost jaarlijks 35.000 euro en dat wordt nu uitgespaard. De bladeren die de gemeente op straat bij elkaar veegt, worden wel opgeruimd.